De SLM gaat vanwege de drukke vakantieperiode vanaf 1 juli in de maanden juli en augustus 4 keren per week vliegen naar en van Amsterdam en Paramaribo. Het besluit is genomen om aan de enorme vraag te voldoen en het reizend publiek niet teleur te stellen. Op 1, 2 en 5 juli 2023 zal Suriname Airways vliegcapaciteit inhuren. De vluchten tussen Paramaribo en Amsterdam, vice versa, op deze data worden uitgevoerd door de Spaanse charter luchtvaartmaatschappij Privilege Style. Vanaf vrijdag 7 juli worden de vluchten weer met de eigen A340-300 uitgevoerd. Bij de start van het bezoek van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, morgen zal hij de emancipatiedienst in de Grote Stadskerk bijwonen. Daarna gaat de Nederlandse bewindsman in gesprek met president Santokki en Buitenlandse Zakenminister Ramdin over de versterking en verdieping van de bilaterale relatie tussen Nederland en Suriname. De relaties en samenwerking tussen Nederland en Suriname zijn breed en intensief. Via het Macandra-programma worden kennis en technische expertise uitgewisseld. Hoekstra vertrekt op 2 juli terug naar Nederland. En in het kader van de viering van Kitikoti morgen zullen vanaf 6 uur 's morgens de wegen rondom het Onafhankelijkheidsplein worden afgesloten. Voor de exacte straatnamen die afgesloten zullen zijn, kan de website van het KPS geraadpleegd worden. Aan de samenleving wordt gevraagd met de afsluiting rekening te houden en de aanwijzingen van de politie ter plaatse stipt op te volgen.